even kort. Ik ben met Imke en Deborah in Spanje aangekomen. We zijn net met de tram van de airport West gekomen. En nu moeten we naar onze slaapplek komen. En we slapen niet in het officieel hotel, maar we hebben via Airbnb wat geregeld. Dus slaap bij een vreemde in huis. Dus ik ben benieuwd. Het is 29 graden, net. En het wordt 38, volgens mij. Oh, het is 31 graden. Oh, het is zo heet. Maar wel lekker. We zijn onderweg naar de sporthal. We hebben net onze spullen gedropt bij de... bij onze kamers. En we zitten eigenlijk heel dicht bij elkaar. Een paar minuutjes van elkaar af. Dus dat is fijn. We gaan even kijken of we... vanavond kunnen trainen in de main hall. Deborah moet morgen al spelen. Ik en Imke spelen vrijdag pas. Ja. Ja. Oh, hond. Blijf daar. Oh, spa, wellness. Ja, die twee achter mij die zitten tegenover een zwembad, maar ze mogen er niet in. Het is niet voor hun bedoeld. Ja, dus we gaan even op zoek naar de sporthal. Oké, dus we konden vandaag niet trainen aangezien de hal nog niet was opgebouwd. Dat gaan ze vanavond pas doen en ze weten niet eens hoe laat. We hadden de organisatie gebeld en die zei ja, ik weet eigenlijk niet hoe laat ze gaan opbouwen. Ze moeten heel snel werken, want ja, het toernooi begint morgen al. Maar ja, hè, zo is het blijkbaar de mentaliteit hier. Laatste moment, alles plan, langzaam. Dus wij zijn net in de fitnessruimte geweest en ja, het is nog steeds bloedheet. We hebben vanmiddag even een siesta gehouden. We waren wel een beetje moe van het reizen en zo. En vroeg opstaan. We vlogen al om 7 uur 's ochtends, dus we vertrokken om 4:30. Ja. Ja, dus vandaar. Maar ja, we gaan weer naar de appartementen. En dan gaan we daarna ergens wat te eten zoeken. Het is toch zo heet. We hebben vanmorgen in de sporthal wat kunnen slaan. Heel eventjes maar. Om 8:15 's ochtends, maar toen was het al heel erg warm. Dus ik ben benieuwd hoe het nu is in de hal. Ik ben onderweg naar de hal om te kijken naar Deborah's wedstrijd. En daarna gaan we denk ik even naar het centrum. Denk ik. I don't know what the plan is. So, but I love the weather. And yeah, let's go. Good morning. Wij zijn nu super vroeg naar de hal gegaan. Zodat we voor onze eigen wedstrijden nog even kunnen slaan. En anders dan gisteren is het nu helemaal leeg, zoals je kunt zien. We zijn de eerste. Gisteren was het al meteen vol. Toen moesten we echt vechten voor een plekje. Maar nu kunnen we lekker rustig gaan doen. Dus ik speel om 12 uur tegen Clara. Azurmendi uit Spanje. Dus ik heb er zin in.
rondje gemaakt. Nou, ik ben dus net klaar met trainen. Het is vandaag zaterdag. Ik heb gisteren helaas verloren tegen Spanje. En nu ben ik met een andere Spaanse chica aan het badmintonnen. Hello. Hello, who are you? Fine, you? Dat is Beatriz Corrales. En die staat nummer 37 of the world. Oh my god, she's so good. En ik. Oh, dat was even lekker windje. Toen ze wegvlogen of zo leek het. Oké, we zitten hier bij het gedeelte La Latina. Even wat te lunchen. Het is bloedheet. Elke dag dat we hier zijn geweest was het echt heel erg warm. Maar het was een leuk toernooi. Mooie stad, Madrid. Niet heel veel gezien. Maar wel lekker kunnen spelen en kunnen trainen met een Spaanse meid. En straks dan vliegen we weer naar huis. Dus ik denk dat ik het hierbij laat en de vlog eindig. Dus ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om een vlog van mij te zien. En tot de volgende keer. Doei doei!